sportieve geluid van de Haagse regio. Sportsignaal Radio. Pim Hark ging in gesprek met Mark Moen, trainer van FUK, na de 3-2 overwinning thuis tegen VFC. Mark, jullie hebben het jezelf eigenlijk nog heel moeilijk gemaakt in deze wedstrijd. Ja, ik denk dat we het eigenlijk heel goed neerzetten. Ik wist vooraf al de speelwijze van VFC was me wel bekend. En zo hebben ze eigenlijk ook gevoetbald. Ik denk dat wij het gewoon met geduld hebben aangepakt. En uiteindelijk, als ik al snel een sprongetje maak, als je dan 3-1 voor staat, en je moet eigenlijk 4-5-1 maken, dat doe je niet. Dan gaan we nog wat onnodig domme dingetjes uithalen, wat dan uiteindelijk leuk 95 minuten een penalty oplevert. Domme dingetjes, kan je die uitleggen? Domme dingetjes als in, deze scheidsrechter was Piet Luttig. De eerste helft doet hij niks. Laat hij alles doorgaan en af en toe een waarschuwingje. En vanaf de rust begint hij, voor het minste begint hij met kaarten te strooien. En dan gaat het opeens heel hard en dan komen de mensen op scherp te staan. Maar goed, dat zagen die gasten van VVC ook wel. En was dat volgens mij van achter wel een volle rode kaart. Hoor. Maar daarna nog een paar momentjes. Dat aanvoerder van VVC kreeg een rode kaart na de overtreding op Kettenis. Ja, klopt. En wat er met Brian gebeurt in de 95 minuten. Penalty wordt gegeven, dan gaat hij eens niet meer terugdraaien. Nou, laten we daar dan even naartoe gaan. Even een sprongetje gelijk naar die laatste minuten in de wedstrijd. Jullie staan eigenlijk 3-1 voor. Beslissen dan de wedstrijd wel, maar gaan Breiden niet uit uiteindelijk. Wat wel gemoed had natuurlijk. Dan krijgen jullie een penalty tegen omdat een speler van VVC in jullie 16 een handsbal maakt. Ja, mijn idee ook. Ja. Maar goed, hij geeft hem. Dan krijg je de penalty en dan moet je dat gewoon laten. En dan moet je toch denken van met een minuutje fluit hij af. Misschien wel gelijk en wat hij ook deed. Rijnmoen dacht niet zo. Ja, dat is niet goed te praten. Hij moet dan in principe op dat moment zijn mond houden. En het is wel begrijpelijk als dan scheids. Hij lijkt dan mensen te gaan zoeken. En in dit geval dan ook nog eens een penalty weg te geven voor niks. Ja, dom. Ja, zonde van nare nasmaak zeg maar op zo'n eigenlijk goede overwinning. En dan lijkt 3-2 opeens een spannende pot. Maar we hadden het gewoon veel eerder verder moeten beslissen. Of in ieder geval zakelijk moeten vasthouden daarin. Zonder kaart uiteindelijk. Het was helemaal geen spannende pot, want jullie waren eigenlijk gewoon beter, zeker in de tweede helft. Met een goede mix, denk ik, in jullie elftal. En dat gaat nu eindelijk misschien wat meer zich ontpoppen met jonge spelers. Nou, dan ook Kettenis en natuurlijk wat andere oudere spelers. Kettenis is heel belangrijk met een assist en een doelpunt vandaag. Ja. Jij bent blij met die mix, denk ik. Ja, zeker. Ik wilde afgelopen jaar verjongen. Alleen door blessures begin van het seizoen toch een aantal jongens terug moeten halen. Als je 6 van de 8 aanvallers mist de eerste 6 wedstrijden, dan heb je gewoon een probleem. En dat hebben we ook gemerkt in de voorhoede. En dat zag je ook in de resultaten de eerste 6-7 wedstrijden. En na 6-7 wedstrijden kwamen een aantal jongens terug. Kettenis is inmiddels erbij gehaald. En, 40 jaar oud? Ja, als je ziet wat van waarde die voor ons is, heeft zeg maar. Continu dreiging, achterlijn halen, voorzetten, 1-op-1 actie in de 16 meter. Ja, dat is gewoon fantastisch om te zien. En, een goed voorbeeld denk ik voor de jonge jongens die eraan zitten te komen. Dus ik zie Juri Buwalda, die zit er gewoon een tijdje tegenaan. Dat is gewoon een hele goede speler. 21 jaar oud, bijna de helft van 40. Ja, klopt. Nou, het zijn hele goede spelers voor nu eigenlijk al. Je zou zeggen voor de toekomst, maar die kunnen gewoon nu het eerste elftal spelen. Heeft hij vandaag ook laten zien. Ja, alleen de voorafgaande wedstrijden moest hij genoeg nemen in de invalbeurt, omdat andere aanvallers ook gewoon goed deden. En als je ziet hoe hij het vandaag oppakt, mag hij trots op zichzelf zijn. En voor de ploeg is hij gewoon heel belangrijk en maakt ook gelijk een doelpuntje. Dat tekent ook wel veel inderdaad de combinatie van de oudere jongens met wat ervaring, maar ook de jonge gasten die er gewoon aan de deur kloppen. Kortom, een lekkere en verdiende overwinning voor FUK. Ja, zeker. Met nog 1 wedstrijd voor de boeg. Als je nu de laatste 6 wedstrijden 13 punten haalt, denk ik dat je gewoon met vertrouwen richting HVV kan gaan. En, ik weet niet wat die gedaan hebben bij Kokoteppen, maar dan zullen we het gaatje misschien wat meer kunnen dichten richting die eerste 3. Dat zou leuk zijn. Het sportieve geluid van de Haagse regio, Sportsignaal Radio.